Houten vingerboordjes, plastic vingerboordjes. Maar wat echt nog mist, een volledig metalen vingerboord. Een metalen boordje, zou dat überhaupt kunnen? Dat was een beetje de vraag die ik stelde aan een plaatwerker. Aangezien wij een plaatwerkerij hebben bij mij op werk. De plaatwerker zei gelijk van, nee, dat kan niet. Nee, grapje. Hij zei natuurlijk, ja, tuurlijk kan het wel. Hij was gelijk benieuwd of het überhaupt ging lukken. En hij wilde de challenge aangaan om samen met mij een metalen vingerboordje te maken. En dat is gelukt. Namelijk, hier is hij. Zoals je kan zien, is hij compleet van aluminium. Wel degelijk een ander soort metaal dan metaal zelf. Maar goed, hij is compleet van aluminium. Zelfs de wieltjes en de trucks zijn ook gewoon van aluminium. Natuurlijk de bushings niet. Maar ja, het is een super freaking vet boordje geworden. En ik ben er echt enorm blij mee. Hoe is dit nou ontstaan? Yo gasten trouwens, van Albus Normal. Mijn naam is Barend en leuk dat je kijkt naar een gloednieuwe video op dit kanaal. Dit is een hele bijzondere video, want dit is nog nooit eerder gedaan. En ik vind het super vet dat het ons wel is gelukt. Dus ja, ik vind hem heel erg nice. En we gaan ook natuurlijk even kijken hoe die skate. Maar ik ga jullie eerst even meenemen met het maken van het boordje. Bij mij op werk hebben we dus een plaatwerkerij. En daar bouwen ze met aluminium gewoon hele vette Aston Martins. Maar voor mij was er nog een stukje aluminium over en daar hebben we dus dit boordje van gemaakt. Ik heb met een AliExpress boordje ben ik naar onze plaatwerker toegestapt. Dus shout-out naar Lubomir. En ik heb gezegd, kan je dit maken? Hij zegt, ja, tuurlijk ga ik dit maken. Heel groot project geweest. Hij heeft echt helemaal zieke dingen bedacht. Zoals je ook kan zien aan de video's, hoe druk hij er mee bezig is geweest. We hebben zelfs een English wheel gebruikt. Dat is gewoon een best wel duur attribuut om mee te mogen werken. En dat zit er gewoon in dit boordje verwerkt. Het is echt te bizar. En daarnaast hebben we gewoon alles eraan gedaan om de vorm en de shape er goed in te krijgen. Want het is natuurlijk de bedoeling dat de kicks werken. Maar goed, hoe ben ik nou op zo'n idee gekomen? Dat komt door de wieltjes. Zoals je kan zien zijn dit metalen wieltjes. En die heb ik letterlijk in 2012 of 2011 of zo geruild voor roze flatface wielen die ik bij mijn eerste flatface setup had gekregen. Maar ja, roze was natuurlijk niet mannelijk genoeg. Au. Dus ik wilde er graag wat anders voor. En toen was ik op een fingerboard event iemand tegengekomen die metalen wielen had. Die hij natuurlijk heel graag weg wilde hebben. Want ze skaten voor geen ene fucking flikker. Want ze zijn veel te zwaar. Het maakt veel herrie. Het voelt niet nice. Maar goed, hij wilde ze weg hebben. Ik wilde roze weg hebben. Dus ik ruilde met hem de roze wielen voor de metalen wielen. En vanaf dat moment had ik al het idee om een keer een metalen boordje te maken. Op een of andere manier, 10 jaar later, is het dan eindelijk gelukt. Ik vraag me best wel een beetje af hoe en wat. Maar het is toch heel bijzonder dat het uiteindelijk is gelukt. En hij is nu helemaal af. Een compleet metalen vingerboordje. Ik zal nog even doornemen. Ik heb er ducky tape, rip tape op gedaan. Want het is super glad natuurlijk, de aluminium. En met ducky tape kijk je er gewoon doorheen. Dus lijkt de bovenkant ook gewoon metaal te zijn. En dat is gewoon, het maakt het gewoon allemaal af. Ik heb speciaal grijze schroefjes gebruikt. En ja, oké, de bushings zitten erin. Dat is dan niet grijs of whatever. Maar dat maakt het nog steeds even vet. En hij is skatable, wat natuurlijk heel bijzonder is. Het is in ieder geval een heel erg leuk projectje. Dit is de enige volgens mij van de hele wereld die compleet van aluminium, staal, metaal is. En dat maakt hem heel bijzonder. Wat ik er verder ook mee ga doen, ik heb geen idee. Want het is wel een bijzondere manier om mee te skaten, omdat hij natuurlijk enorm zwaar is. Vergeleken met mijn andere setup is het echt, het is gewoon, het voelt als een kilo zwaarder. En dat is wel een beetje overdreven. Maar het voelt in ieder geval een stuk zwaarder. Ja. Het project was echt super leuk. Het is nu af en ik weet eigenlijk niet heel erg goed meer wat ik er verder over moet zeggen. Behalve dat we er maar gewoon mee moeten gaan skaten, I guess. Dus ja, laten we dat maar eens even gaan doen. Thank you.
Oké, welkom. We zijn nu even kort nadat ik veel heb gevingerboord met ons boordje. En ik wilde even aan jullie laten zien hoe heftig eigenlijk de schade nu al is. Want ja, je ziet heel erg gewoon de lijntjes van wat ik heb gegrind en zo. Wel vet natuurlijk om zo te zien hoe dat zo snel verloopt. Want met die normale boards heb je altijd een beetje een laagje wat er overheen zit, zodat dit niet snel gebeurt. En met dit natuurlijk helemaal niet. Zoals jullie ook konden zien, had ik best wel wat moeite met de tricks. Dat komt natuurlijk, en het is vrij logisch, door de zwaarte van het boardje. Ik krijg dat ding echt heel moeilijk de lucht in. Al zeg ik dat het nou aardig is gelukt nog, het was best wel lastig. Dus ja, dat is in ieder geval nog wel een ding waar je op moet letten als je zo'n bordje gaat maken. Het is mega zwaar. Dus ja, dit was een beetje de truckmontage, denk ik zo. Het is, je ziet het, mijn haar zit even gek als achter mijn bureau. Dus het is allemaal super nice. Oké, goed. We gaan weer terug naar jou, Barend. Ondanks dat hij dus zo super zwaar is, je enorm veel kracht moet zetten om hem de lucht in te krijgen, heb ik uiteindelijk toch nog wel wat toffe trucs kunnen doen. En ja, ik vind het gewoon heel erg vet. Hij is super mooi. We zijn ook bezig met een tweede, want Bomeer, de plaatwerker, die wil gewoon heel graag compleet helemaal gepolijst, dat hij helemaal glinstert. En misschien dat ik dan nog een keertje een nieuwe video ga maken ervan. Het is in ieder geval een super leuk project geweest. En nou, zoals met al die andere dingetjes die ik al een keertje heb gemaakt, is ook dit weer een toffe dingetje om te maken. Zo heb ik dus nu een papieren bordje, een plastic bordje, een houten bordje. Oké, meerdere houten bordjes. En een metalen bordje. De enige van Nederland in ieder geval. En ik weet eigenlijk niet of die compleet aluminium ook gewoon op de hele wereld is. Maar het is in ieder geval super vet om er eentje te hebben. En ja, verder heb ik er niet heel erg veel meer over te zeggen. Ik hoop dat je deze video leuk vond. Ik vond het in ieder geval super vet om dit project ook weer eens op te starten. Het is moeilijker dan je denkt. En ik heb gewoon een professional laten doen. Dus dat heeft mij misschien wel geholpen. Dankjewel voor het kijken. Ik hoop dat je hem leuk vond. Ik zeg natuurlijk net zoals altijd, like, abonneer, reageer. En tot de volgende keer. Later!